Tom Kooijman in de laatste koers. Komt aan de start met Enjoy Dream. De laatste drie keer in Duitsland gelopen. Hoe zijn die koersen verlopen? De laatste keer met de amateurkoers trapte niet op een wiel. Dat had hij in mijn ogen niet kunnen verliezen. Dat was een heel makkelijk koersje. De keer daarvoor liep hij met startnummer 14 met Simon in Gelsenkirchen. Liep hij geweldig koers. Liep hij nog 15. Ik denk dat er met de vorm heel weinig mis is. Er staan twee leuke paarden in. Ik houd op Count Me Out en op Eja Kvalboko. En hij is heel dichtbij. Ik kan me herinneren dat Enjoy Dream later in het seizoen in vorm komt. Klopt dat? Dat klopt, ja. Dat was vorig jaar ook zo. Hij is nu ook heel goed in vorm. Alleen de baan is heel zwaar. Dan heb je wel een hekel aan, hoor. Dus een koers van achteraf is het beste, denk ik, om een gaatje te vinden? Gewoon niet te veel energie verspillen in het begin. Ik ga achter Hugo aan als dat lukt en dan zien we het wel. Dankjewel, Tom. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de laatste koers. De tot ziens op 1 november prijs. De paarden stellen zich op achter de auto. Nummer 1 is Enjoy Dream, Tom Kooijman. De 2 is Jacques Valboco, Hugo Langeweg senior. Nummer 3, Adelaar, Caroline Albers. De 4, Zoe Terzij, Perik Wester. Nummer 5, Alwin Dalimo, Wim van der Mespel. De 6, Count Me Out, Ronald Hauber. Nummer 7, Be My Friend, Willem Brouwer. De 8, Brazil Elegance, John de Leeuw. En de 9, Vartaba, met Willem van der Pel. Paarden sluiten aan. 200 meter nog tot het startpunt. Nog 100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers van vandaag hier op Duindicht. En het is aan de binnenkant Enjoy Dream die de leiding wou nemen. Maar daar komt Adelaar en die gaat de pole overnemen. Adelaar heeft een lengtevoorsprong, Enjoy Dream tweede. Derde is Jacques Valboco. En op de vierde plaats komt in het buitenste spoor Count Me Out naar voren. En ook Be My Friend, die probeert nog wijder te komen. Dat zijn op dit ogenblik de frontrenkers in de openingsfase van de koers. Als de paarden de bocht doorkomen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Alwin Dalimo en Vartaba, dat zijn de twee paarden die op dit ogenblik de laatste plaatsen bezetten. En in drie sporen komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Maar dit alles achter de leider Adelaar. Adelaar met kop en koord. Daar komt aan de buitenzijde nu is Jacques Valboco. Druk door en neemt de leiding over. Is Jacques Valboco langs de intersectie van de baan. Heeft een lengtevoorsprong genomen. Count Me Out op de tweede plaats. Derde aan de binnenkant Adelaar. In vierde positie Enjoy Dream. Vijfde is Be My Friend. Daarachter volgt aan de binnenzijde dan Brazil Elegance. En het beleg van de sandwich is Zoe Terzijpen. Daarachter volgt dan Alwin Dalimo, die schuift ook een plaatje op. Vartaba bekijkt de zaken vanuit het achterveld en we zijn in de laatste ronde. Indraaien van de Klingendaalbocht, daar leidt is Jacques Valboco met een lengtevoorsprong op Adelaar en aan de buitenzijde Count Me Out. Daarachter is het aan de binnenkant Enjoy Dream, geflankeerd door Zoe Terzijpen. Als nu de laatste 1000 meter ingaan van de laatste koers. Verder weg in het veld aan de buitenzijde Alwin Dalimo, aan de binnenzijde Brazil Elegance. En daarachter volgen dan Vartaba, die geflankeerd wordt door Be My Friend. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Jacques Valboco leidt nog altijd. Heeft een lengtevoorsprong op Adelaar en Count Me Out. Daarachter volgt Zoe Terzijpen met aan de binnenzijde Enjoy Dream. Dan volgt aan de binnenkant Brazil Elegance en de buitenzijde Alwin Dalimo. Vartaba en Be My Friend nog altijd de laatste twee. En in compacte vorm gaan de paarden de laatste bocht in. Nog altijd onder leiding van Jacques Valboco. Die een lengtevoorsprong heeft op Adelaar en Count Me Out aan de buitenzijde. Count Me Out gooit als eerste de knuppel in het hoenderhok en strijkt neer op Jacques Valboco. Als de paarden de laatste bocht doorkomen richting laatste rechte lijn. Zoe Terzijpen aan de buitenzijde. Zo zijn we dan in de laatste 400 meter. Maken we ons op voor de eindstrijd met Jacques Valboco. Count Me Out, Count Me Out. Die heeft nu definitief de leiding overgenomen van Jacques Valboco. En zo gaan we de laatste meters in. Daar komt dan Zoe Terzijpen. Helemaal aan de buitenzijde komt ook nog Alwin Dalimo naar voren. En we zijn in de laatste meters. En het is Count Me Out die leidt. Count Me Out is de leider. En die loopt hier weg van de concurrentie. Op de tweede plaats Zoe Terzijpen. Dan Enjoy Dream die probeert aan te kloppen, maar het is Count Me Out, die wint het hier. Een blanket voor de plaatsen. Aan de buitenzijde kwam nog Brazil Elegance. Enjoy Dream lag erbij, Zoe Terzijpen. En aan de reling is Jacques Valboco. De rechter heeft het laatste woord.